De Vocational College Suriname, VCS MBODS, begint in mei met haar tweede groep studenten. De inschrijfperiode hiervoor is vandaag geopend. Sherida Bottenblies-Schet, coördinator VCS MBODS, zegt dat VCS een vervolg is van het LBO-onderwijs, waarbij leerlingen vooral worden geleerd om zelfstandig te werken. Het is een hele grote kans voor de jeugd om vooral dit te doen. Zeker de LBO-afgestudeerden, de mensen die klaar zijn met het LBO-onderwijs. Het is de enige vervolg, het enige vervolgopleiding in hun richting. We hebben gezien dat handelenadministratie wel een vervolg heeft. Die gaat naar SMO, IMEAO. Maar de andere richtingen, horeca en alle andere richtingen, hadden dus geen vervolg. Dit is dus hun kans. Er zijn zoveel andere LBO'ers die nog niet weten waar ze naartoe kunnen gaan. En echt geen bij de eindhalte zijn. Dat is voor hun nu de kans om zich te komen inschrijven. Hier op VCS, zal ik het in het kort noemen, hebben we dus een CBED afgestemde curriculum. Waarbij we dus echt werken met knowledge, skills en attitudes. Daar letten we dus echt op. En het is niet alleen dat je weet hoe de dingen gedaan moeten worden en dat je kan demonstreren hoe. Maar je attitude, je beroepshouding is zeer belangrijk. Er zijn op dit moment 5 richtingen die verschillende opleidingen aanbieden. De richtingen zal ik even doorgeven. We hebben horeca, we hebben facilitaire dienstverlening, we hebben uiterlijke verzorging. Ik zit nu in de salon. We hebben mode, creatie en commercie. En we hebben zorg en welzijn. Alle richtingen is standaard dat we dus op KMBO-niveau opleiden tot assistent in de richting, in de functie. En op MBO-niveau, level 3, is het op, tot zelfstandig werkende. Dus in alle richtingen zullen ze dus, er zijn verschillende specialisaties. Als ik moet vertellen, misschien bij horeca heb je dan zelfstandig werkend kok. Of ze kunnen hun eigen onderneming starten. Maar er is ook een mogelijkheid dat ze kunnen doorstuderen op LOBO. En naar andere mogelijkheden. Wat ik nog wil vermelden erbij is dus dat het curriculum gebaseerd is op de CVQ's van het Caribisch gebied, van de CARICOM. Dus dat is ook een mogelijkheid voor onze studenten als ze klaar zijn met deze opleiding. Bottenblies-Schet zegt dat geïnteresseerden die ouder zijn dan 25 jaar zich ook kunnen inschrijven. Ook kunnen mensen die in een andere richting werkzaam zijn zich inschrijven op de Vocational College. Dus de mensen die buiten de leeftijdsgroep vallen van de LBO afgestudeerden, die kunnen ook inschrijven, maar die starten dan in oktober. We schrijven dus voor 2 groepen nu in. De mensen die dus in mei kunnen starten en dan in oktober de volgende groep. Is er een limiet tot hoeveel mensen jullie kunnen accommoderen? Er is wel een limiet, omdat we dus werken met kleine groepen. En zeker ook, COVID is nog niet helemaal uit het land, uit de wereld. Dus daar houden we ook rekening mee. We kunnen per richting, voor nu, ongeveer 15 mensen maximaal inschrijven. Zij-instroomoptie is voor degenen die dus al werken elders en een andere opleiding hebben, andere soortige opleiding hebben. Maar dan toch dus voor deze richtingen, in deze richtingen willen verder studeren, een mbo-diploma willen halen. Die kunnen ook inschrijven. En dan gaan we kijken dus op basis van hun vaardigheden, wat ze al kunnen. En dan wordt zo'n intakegesprek afgenomen. En dan wordt beoordeeld waar die persoon precies wordt kan zij instromen. Personen die de leeftijdsgrens van 25 jaar zijn gepasseerd, zullen in oktober van start gaan met hun opleiding aan de VCS. De eerste groep van deze middagopleiding begon in november 2021 samen met de officiële opening van deze onderwijsinstelling. De inschrijvingen lopen tot eind van deze week. Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunnen geïnteresseerden informatie vinden op de Facebookpagina van de Vocational College Suriname.